Hallo iedereen, deze boxershort is afkomstig van iemand wiens beroep jullie meteen zullen raden als jullie hem te zien zullen krijgen. Matthias Beks, hallo. En ja. Wat is je beroep? Model. Voilà. Ik vertrek morgen voor een maand naar New York. Dan ben ik 3 dagen thuis en ga ik 2 maanden naar Japan. Dus ga ik mijn studies even aan de kant moeten schuiven. Ik heb dan een agency in Parijs, in Milaan, in Barcelona heb ik nu ook in Spanje, Japan en New York nu. Maar waar verblijf je dan? In Milaan in een modellenappartement, elke is dat gewoon een appartement. Maar dan verblijf je daar met 3 andere of 2 andere jongens. En daardoor leer je ook heel zelfstandig zijn. Dus ja, je moet je eigen kleren wassen en koken. Want hier thuis moet ik weinig doen. Maar als je dan in het buitenland zit, moet je natuurlijk toch wel voor je eigen zorgen. Oké, hier thuis doe je... Ja, mijn mama doet hier de was, zal ik het zo zeggen. Nee, maar dat is oké, mijn moeder doet ook nog de was. 1 miljard euro en lelijk... Of super arm, maar geweldig knap? Super arm en geweldig knap. Hoe ben jij ontdekt? Heb jij jezelf aangeboden? Nee, ik ben hier in Hasselt ontdekt, op Bukkelpop. Ik wandelde eigenlijk naar huis van de camping. En ineens kwam er een vrouw voorbij gelopen en ze geeft mij haar kaartje van ja, kijk, ik ben scout van Dominic Models. Ik had al een beetje gedronken en dan is het wel even schrikken, even van wow, wat gebeurt er? En ze zegt van ja, zou je niet eens willen langskomen op bureau? En ik was zo van oei. Ja, ik had dat helemaal niet, allee, dat was helemaal niet het plan. En dan ja, uiteindelijk toch contact gelegd en langs geweest. En zo ben ik dan uiteindelijk model geworden. Persoonlijkheid of schoonheid? Persoonlijkheid. Frieten of slaatje? Frieten. Homo of hetero? Hetero. Los of lodder zonder relatie? Relatie. Ik was even twijfelen. Wat zijn zo de merken waar jij al voor gelopen hebt? Kan je zo... Dit seizoen heb ik voor Prada gelopen. Ik mocht alleen voor Prada lopen omdat die mij exclusief geboekt hadden. En dan in Parijs heb ik voor Cédric Jacquemin gelopen. En dan voor Dries Van Noten. Bijvoorbeeld als je een catwalk hebt waar je moet draaien. Dus het is niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld zo gaat draaien. Het is dus heel belangrijk dat je aankomt gelopen, je gezicht draait en echt wel zo recht mogelijk probeert te draaien. Ah ja. Qua karaktereigenschappen, wat heb je allemaal nodig om model te zijn? Je moet jezelf verkopen. Vooral naar je klant toe ook. Als je casting hebt doen van neem mij. Ja. Van kijk, ik ben zelfs zeker, ik ben geschikt voor je job. Dat is toch een beetje arrogant? Arrogant, je probeert natuurlijk, er zit wel een stuk arrogantie in, maar toch moet je laten uitschijnen naar je klant dat je niet arrogant bent. Looks of brains? Brains. Als je zou kijken voor een fotoshoot, hoe zat je dan? Meestal gaat het wel gewoon van, kijk kwaader, dus dan probeer je zo je wenkbrauwen meer zo dichter bij elkaar te brengen. Zijn er zo nog blikken dat je doet? Dus ja, als je bijvoorbeeld wegkijkt, zo meer een dromerige blik of zo, gewoon... Hoeveel op 10? Dat is niet slecht. Erotiek of porno? Porno. Ook, ik denk dat het... fuck, hoe noemt hij? Van Chanel. Met zijn staart. Karel. Ja, Karel. Ja, mocht Karel zeggen. Ja. Dat is zalig. Ik denk dat hij zei van als je sociale rechtvaardigheid zoekt, dan moet je niet in de modellenwereld gaan. Dan moet je een jobje doen aan een bureau of achter een bureau. Okay. Het is natuurlijk hard, ja. Allee. Je zei de nummer kennen. Dus zij bepalen of ze je nemen of niet. En, het kan zijn dat je het boek afgeeft en dat je het boek niet eens open doet en gewoon zei bedankt om te komen. Oh my god. En wat dan? Ja, dan vertrekt je en moet je dankje zeggen. Dus, moet je slagen. En dan vertrekt je gewoon en gaat je naar je volgende casting. Jesus. Dat moet toch slecht voelen? Ja, dat hoort erbij. Het menselijk lichaam of kledij? Menselijk lichaam. Je eigen lichaam, zet je ervan bewust dat dat naar anderen toe heel mooi kan zijn? Oh, fuck, dat klonk even veel te gay. Sorry. Maar zet je ervan bewust, of? Nee, eigenlijk niet. En die misschien iets dat je jezelf lelijk vindt aan je eigen lichaam? Ja, ik heb een beetje flauw ogen, maar... Ah ja, wel mee, ja. Daar vroeger had ik daar meer problemen mee, ja. Jij... droomt naar mij en ik kijk kwaad naar u.
Kijk, bedankt. Ja, dat is graag gedaan. I don't care what you do.